Hi, leuk dat je kijkt. Vandaag heb ik dit mini-albumpje gemaakt en dat wil ik graag even met je delen. Het is echt super eenvoudig. Het is een cadeautje zometeen, een kraamcadeautje voor een vriendin van mij. Die is net bevallen van een zoon. En wat ik eigenlijk wilde geven is een plek waar zij, of tenminste waar zij en haar man uiteraard de dromen en wensen voor de toekomst voor de kleine kunnen opschrijven, om later nog eens na te lezen. En omdat dat eigenlijk allemaal giften zijn die je een kind meegeeft in een rugzakje, of zoals je een envelop geeft bij een verjaardag als je een cadeautje geeft met geld erin, heb ik dus eigenlijk een boekje gemaakt van allerlei envelopjes. Het zijn kleine envelopjes van 6 bij 6 inch. En ik laat je zo zien hoe ik de envelopjes gemaakt heb. En dit is het boekje. Daar staat: Jij hebt de toekomst. En daarin is dus een belofte die ze kunnen opschrijven. Een wens die ze kunnen opschrijven. Een droom. Een doel. En een gift. En dit zijn dus kleine envelopjes die je open kunt doen. Hier heb ik een briefje in gestopt met mijn boodschap aan de ouders. Die brief kunnen ze straks weer verwijderen en hun eigen brief aan de kleine erin stoppen. Maar hier zitten dus allerlei kaartjes in. Waarin ik hier met een borderstamp een lijn heb gemaakt waar ze op kunnen schrijven. En dan is dit Precious Baby. En een wens. En dan hier met de petit pennant. Een droom. En dan staat hier little one, little one, little one. Met een olifantje en een klein hartje. Een doel. The cutest baby ever. En een gift. So sweet. Dus dat is het boekje. Ik zal je nou laten zien hoe ik de envelopjes gemaakt heb. En dan kom ik straks weer bij je terug. Oké, ik heb hier mijn 6x6 vel. En die leg ik hier in de hoek. Als je een Stampin' Up scoreboard hebt, dan is het heel makkelijk. Kun je namelijk een diagonale plaat kopen. Die kun je op je Stampin' Up scoreboard leggen. En die scoort gelijk al diagonale lijnen. Hier heb ik een toevoeging nodig om een envelopje te maken. Wat ik doe, is ik score hem aan twee kanten op 2 inch in. En ik score hem aan de bovenkant op 2¼. En aan de onderkant van de envelop op 2½. Dus ik doe hier 2. Dan draai ik hem voor de helft. En dan doe ik hier ook op 2. Dan draai ik hem een kwartslag. En is die hier 2¼. Dat is de bovenkant van de envelop. En dan draai ik hem voor de helft. En dan is het hier 2½. En dat is de onderkant van de envelop. Dan kan het scorebord weg. En misschien zie je het niet, maar ik heb hier kleine hoekjes. Die knip ik eruit. Die heb ik maar aan twee kanten, want de rest ontmoet elkaar eigenlijk naadloos. En die knip ik aan de binnenkant van de scoorlijn. Dus echt de scoorlijn er zelf ook uitknippen. Zo. Dan pak ik mijn hoekpons erbij. Dit is de onderkant van de envelop. Die rond ik af. En de bovenkant van de envelop rond ik ook af. Het ziet er gewoon net even wat netter uit. Dan is het een kwestie van de zijkanten invouwen. De onderkant invouwen. En de bovenkant is dan zo. Die heb ik niet helemaal recht gescoord, zie ik.
hier ontmoet hij niet in het puntje. Zo. En zo zie je het, als je het niet recht scoort, dan ontmoeten ze elkaar niet. Dat is zonde. Dus dit is de bovenkant. En dan open je hem zo en dan heb je je envelop. Zo, ik heb nog een aantal enveloppen gemaakt. 5 in totaal. En die ga ik aan de onderkant even dichtplakken. En dat doe ik met vloeibare lijm. Het kan ook met die lijmroller, maar omdat mijn boekje... Of omdat mijn enveloppen een boekje gaan vormen, die lijmroller laat na een verloop van tijd los. En ja, dat is natuurlijk zonde als je daarmee je boekje in elkaar plakt. Want dat betekent ook dat je na een verloop van tijd dan al je enveloppen uit elkaar vallen. Het duurt misschien even iets langer om te drogen, maar dat geeft niet. We hebben geen haast. Je hoeft hem overigens niet helemaal tot in het puntje te plakken, hè, want hij komt ongeveer tot hier. Als ik het puntje meepak, dan plak je gelijk ook de envelop dicht. Ik kan er niks meer in. Het is misschien informatie waarvan je denkt, ja, duh. Maar je zal merken dat als je eenmaal bezig bent, dat je dan van die kleine foutjes maakt en je denkt, oh, stom. Tenminste, dat heb ik in ieder geval heel vaak. Het is overdag terwijl ik dit film, maar het is zo donker buiten. Ik denk dat het enorm gaat omweren zometeen. Dus vandaar dat ik maar even de lichten aan heb gedaan. Ik hoop dat je het alsnog goed kunt zien. Zo, daar zijn mijn 5 enveloppen in elkaar geplakt. Nou, je hebt nou gezien hoe ik het envelopje in elkaar gevouwen heb en vastgeplakt heb. Daarna ben ik het uiteraard gaan versieren. De maten die in het envelopje passen zijn kaartjes van... 10,5 bij 9 centimeter. De envelop is 11 bij, ik meen, 9,5 ongeveer. Dus vandaar 10,5 bij 9. Daar heb ik nog een mat op gedaan van weer een halve centimeter kleiner. Dus dat kun je hier goed zien. En dat is dus 10 bij 8,5. En die kaartjes passen daarin. En die kaartjes heb ik er ook opgeplakt. En hier heb ik met de... even kijken. Ja. De Notable Alphabet. Die komt in 2 delen, maar ik heb hem in 1 doos gedaan. De Notable Alphabet heb ik hier gestempeld. Jij hebt de toekomst, een belofte, een wens, een droom, een doel en een gift. Dat heb ik bewust een beetje speels gedaan, omdat het ook allemaal een beetje speels eruit moet zien. Het is tenslotte voor een kind. En dan heb ik die kaartjes versierd met Gorgeous Grunge. Dit is echt een van mijn favoriete stempelsets geworden. In eerste instantie dacht ik, wat moet ik er eigenlijk mee? Maar ja, hij is zo makkelijk te gebruiken en je krijgt op zo'n makkelijke manier altijd eigenlijk een leuke achtergrond. You can never mess it up, zeg maar. Dus die heb ik daarvoor gebruikt. Nou, dan heb ik overal op 2 centimeter van de rand en op misschien een halve centimeter van de linkerrand heb ik gaatjes met mijn crocodile gemaakt. En daar heb ik lintjes aangehangen. Nou, het papier waar ik de envelopjes van gemaakt heb, dit is van de Brides serie, van de Brides paper, design paper serie. En deze zijn allemaal van een oude serie, International Bazaar, die zat in de vorige catalogus. Dus die heb ik daarvoor gebruikt. De kleuren die daarbij pasten zijn Old Olive, Tangerine Tango, Daffodil Delight, Pool Party en Pacific Point. Dus ja, al die kleuren heb ik dan ook gebruikt
bij het maken van het boekje. Het handige is als je in de catalogus onderaan kijkt bij het papier, zie je dus ook precies welke kleuren er in het papier zitten. Dus dan kun je precies matchen van oké, daar kan ik mijn inkt op afstemmen. Nou, deze twee lintjes, Pool Party en Tangerine Tango, zijn nog van de Celebration. En deze gestitchte, dit gestitchte lint, lekker Nederlands allemaal. van de, in Devil Doll the Light. Deze is, staat wel in de huidige catalogus. Dus die heb ik hier aan de ringen gehangen. Nou, ringen erdoor. En je hebt eigenlijk heel snel een boekje. Wat wel heel leuk is om te geven. Dan zal ik je nou nog een keer in alle rust de kaartjes laten zien. Dit kaartje heb ik dus gemaakt met, hier zit een stukje washi tape op. Die zit in de Gingham Garden serie. Hier zitten verder nog de Ticket, That's the Ticket serie. Dat is de tickets plus de stem, de pons. Ik kom echt niet uit mijn woorden, sorry hoor. En die bloem komt van de Flower Shop met ook weer de pons erbij. Deze heb ik gemaakt met de Pen and Parade. Dat is deze stempel en met baby. En hier zit ook een pons bij die weer uitponst. Lekker lui allemaal. Deze heb ik gemaakt met twee ponsen. Dit is de Decorative Label Punch en de Artisan Label Punch. En de One in Circle Punch. Dus dat zijn drie ponsen die ik in één gebruikt heb. En ik heb A Fitting Occasion daarbij gebruikt. En er staat hier Little One. En heb ik hier dit kleine olifantje daarbij gebruikt. Maar ook de label Love. En dan Cutest Baby Ever. Die heb ik, ja, dus Cutest Baby Ever. En daar heb ik overheen die cirkel gedaan. Dit is een 7/8 cirkel, scallop circle. Dus die, daar past een one-inch cirkel overheen en dan zie je de Cutest Baby niet meer. Hier zie je hem wel, Cutest Baby. Hier heb ik dus ook weer opnieuw de Label Love. De Cutest Baby heb ik uitgeponst met de 7/8 Scallop Circle Punch. En daar nog eens bovenop gedaan. En dit is een hostess set. En dat is Sweetly Framed. Daar heb ik deze bij gebruikt. En dat is ook de Decorative Label Punch. En So Sweet. En de hartjes heb ik daarbij gebruikt. Dus zoals je ziet weer een behoorlijke verzameling stempels. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik dank je in ieder geval heel erg voor het kijken. En mocht je nog vragen hebben over de technieken die ik gebruikt heb, of over de stempels, of mocht je stempels willen bestellen, mail dan naar stempenseel@gmail.com of kijk op mijn blog www.stempenseel.blogspot.nl. Ik bedank je in ieder geval voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doeg!